Het is grappig, want heel veel van de excuses en smoesjes die ik hoor van mensen om niet hun yoga practice te doen of om niet, überhaupt niet aan yoga te doen, dat zijn eigenlijk precies redenen om het juist wel te doen. Ik hoor heel vaak, ik heb geen tijd, ik heb geen, ik ben niet lenig genoeg, het is, ik heb gestrest, ik heb te druk, het lukt me niet. Dat zijn juist allemaal redenen om het juist wel te gaan doen. Want juist als je gestrest bent, dan is het goed om yoga te doen. Of juist als je weinig ruimte en flexibiliteit en veel spanningen in je lichaam hebt, dan is het juist goed om je practice te doen. En juist als je te druk hebt, is het goed om dat juist wel in te gaan bouwen en in balans te komen. Dus heel veel van de smoesjes die mensen voor zichzelf verzinnen om niet yoga te doen, zijn juist eigenlijk redenen om het wel te doen. Dus misschien een goed idee de volgende keer als je jezelf betrapt op zo'n gedachte, op zo'n smoesje. Of wanneer je iemand anders het hoort zeggen, dan kan je zeggen van hey, of tegen jezelf of tegen iemand anders, want dit is juist een reden om het wel te gaan doen. En misschien gelijk een paar minuutjes op de mat te pakken. Dus doe daar je voordeel mee.